Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Koffie Met. Dit keer weer in het Nederlands. En vandaag doen we koffie met de verder Arjen van der Giessen. Ja, de enige echte. De enige echte. Ja, Arjen, we zitten hier natuurlijk in Amsterdam. Ja. Ja, wat vind je ervan dat we na Ahoy een tweede major in Nederland hebben? Mooi. Fantastisch goed nieuws natuurlijk. Dat is iets waar we eigenlijk al jaren naar hebben uitgekeken. Ik denk dat de PDC er wel van overtuigd was van het bereik wat ze in Nederland zouden krijgen met de hoeveelheid supporters. He, we natuurlijk met Vergerbe van Barneveld, maar nu ook wat hij mee naar Noppert. Jeffrey de Zwaan, Vincent van der Voort, natuurlijk topspelers waar steeds meer publiek op afkomt. Ze hebben natuurlijk getest in Rotterdam, in Ahoy, van hoe gaat dat werken met die Premier League. Nou, dat ging fantastisch. En toen hebben ze gezegd, nou weet je wat, we gaan een groot toernooi in Nederland wegzetten. En dat is de World Series Final geworden. En ja, fantastisch. Mooie hal. Ik vind het echt een mooie hal. Is niet mega groot, weet je, Ahoy is echt groot. Er kunnen ook echt wel 10.000 man in, die zijn er dan ook. En hier 2.500. Ik vind het echt een mooie hal. Mooi podium. Top. We gaan aankomend jaar weer twee avonden naar Ahoy. Ja. Gaat het weer uitverkocht worden? Het is nu nog steeds niet echt uitverkocht. Is het Barney effect weg? Ja, die kans is natuurlijk wel aanwezig. Met Raymond van Barneveld is natuurlijk altijd een grote trekpleister geweest. Voor de organisatie, maar voor de fans ook. Omdat ze wisten van, langzaam gaat hij afbouwen, gaat hij op een gegeven moment afscheid nemen. En we willen, van Barneveld willen we nog wel een eigen land zien. En als je het dan in Rotterdam houdt, natuurlijk niet ver van Raymond zijn woonplaats vandaan, waar hij opgegroeid is, hè, Den Haag. Ja, dan weet je, dat is eigenlijk een garantie voor succes. Nu Raymond dat dadelijk niet meer bij is, ja, vraag ik me ook af of de Premier League in Rotterdam twee keer een uitverkocht huis gaat krijgen. Ik heb er twijfels over, maar ja, heb er verder geen invloed op, dus we gaan het zien. Ik ben niet de enige die er twijfels over hebben. Ik heb namelijk zelf ook enorm veel twijfels op. Je zag het vorig jaar eigenlijk al, Barney was niet zeker van de Premier League. Ja. Kaarten liepen niet heel goed. Dag na de WK-finale bijna meteen helemaal uitverkocht, want Barney komt wel. Ja. Komt dat ook meteen zijn laatste jaar aan, kort daarvoor. Ja, wel een deceptie die avond. Hoe heb jij dat beleefd? Dat hij uiteindelijk naar je toe kwam. Je zegt zelf achteraf in RTL Darts Bullseye van ik heb hem nog nooit zo geëmotioneerd gezien. Ja. Maar twee dagen later lezen we alweer van hij gaat door en we gaan er weer alles voor doen. Nou ja, dat de volgende ochtend dat hij zei van ik ga toch door, dat verbaasde me helemaal niet. Ik heb Raymond in al die jaren leren kennen als een zeer emotioneel iemand. Die vooral na een verloren wedstrijd nog alles iets kan roepen. In zijn emotie, in een opwelling. Omdat hij vindt dat hij zich op een of andere manier moet verdedigen. En dan zegt hij, ik stop ermee. Ik heb er geen zin meer in. Ik ben er niet meer waard. Ik ben slecht. Noem maar op. Dan weet je van, oké, de volgende ochtend. Dan zijn er wat mensen die met hem praten. Is hij iets gekalmeerd. En het was voor mij geen verrassing dat hij zei, ik ga toch nog door. Die avond zelf, die twee avonden, ja, die heb ik toch eigenlijk anders beleefd dan de eerste keren in Rotterdam Ahoy. Toen was het echt allemaal nieuw. Toen was het voor mijn gevoel was het intenser. Alhoewel, als ik mijn ogen dicht doe, dan hoor ik nog het Barney Army zingen in Ahoy. Afgelopen jaar ook. Wat natuurlijk echt gewoon bijna minutenlang doorging toen Raymond op het podium stond. Dat was echt, echt heel erg mooi. Ik heb Raymond nog even op het podium mogen interviewen, wat mogen vragen ook. Hij was zeer geëmotioneerd. En ik heb natuurlijk veel met hem meegemaakt in al die jaren. Maar als je daar dan staat en je ziet die hele oranje zee van supporters. En al die witte lampjes van al die telefoons die daar filmen. En Raymond die bijna stond te huilen. Van ene kant verdriet en de andere kant toch misschien ook wel plezier. Dat er nog zoveel mensen naar hem toe waren gekomen. Ja, dat was een heel apart gevoel. Het is, ik denk eerlijk gezegd niet dat het zo ooit nog gaat worden. We hebben hier ook met John McDonald over gesproken. Die geeft ook aan. Ahoy was wel heel speciaal. Ja. Vooral die eerste keer. Barney zat er, ik wil niet zeggen weer is bijna doorheen. Maar misschien had het Ahoy niet geweest, misschien dan al wel gestopt. Toen heeft hij toch energie gevonden om door te gaan. Ik denk dat de World Cups daar een groot teken in hebben gespeeld. En Michael daar ook in. Wat, ja. Wat is jouw visie daarover? Nou, ik denk eigenlijk dat Raymond had moeten stoppen na het afgelopen WK. Dat is mijn persoonlijke mening. Hij is het niet met me eens, dat weet ik. Dat is ook niet erg. Iedereen mag een eigen mening hebben.
toen hij verloor van Darius Labanauskas, die klap die was zo hard dat ik eigenlijk geen moment heb getwijfeld van daar komt hij niet meer overheen. En natuurlijk is het een groot kampioen onwaardig om op zo'n manier afscheid te nemen van je carrière. Maar het is aan de andere kant ook maar heel weinig grote kampioenen gegeven om op een fatsoenlijke manier afscheid te nemen. Dat Phil Taylor de finale heeft gehaald en daarin verloor van Rob Cross in zijn laatste WK, dat is bijna een sprookje. Dat zou Raymond ook willen. Alleen niet alle sprookjes komen uit. En ik denk echt dat na Darius Labanauskas niet meteen dat hij had moeten zeggen ik stop ermee. Maar eigenlijk de Premier League, dat was een martelgang voor hem. Dat had hij niet meer moeten doen. Nu ook nog steeds. Hij had hem nog ergens een toernooi laten spelen of een groot afscheid zoals hij op 8 februari gaat krijgen in de Ziggo Dome. Eigenlijk had hij daar moeten stoppen. Maar ja, je zit met sponsorbelangen. Je zit met toernooibelangen. Je hebt afspraken gemaakt. Dus het kan niet allemaal zomaar. Maar dit laatste jaar is voor Raymond echt een martelgang. Ja, we zien Barney gewoon niet meer de oude Barney terug. We hebben hem één keer teruggezien. Dat was ver van alle media af in Nieuw-Zeeland. Dat is eigenlijk het enige stukje oude Barney wat we hebben gezien. Ja, toen kreeg hij wel enorm op zijn fralie van Michael Vergerbe. In de finale. Helaas wel. Ik verklaar het zelf, mijn energie was weg. Nou, dat hebben we vaker gezien bij Raymond. Ja. Maar goed, dan kijkt hij je toch weer aan van ja, ik heb weer niet gewonnen, dus het telt niet. Goed, Raymond gaat weg. Maar we komen darters aan. Nou ja, vlakbij hem woont Jeffrey de Zwaan. Nou, die heeft zich al natuurlijk echt laten zien op de majors. Wat is de potentie van Jeffrey? Jeffrey heeft zich een aantal keren laten zien in zeer positief opzicht. Natuurlijk vorig jaar tijdens de World Matchplay, toen blonk hij echt uit. Toen won hij van Michael, die was toen meervoudig wereldkampioen. Toen won hij van Adrian Lewis, die was tweevoudig wereldkampioen. En dat hij uiteindelijk toen van Gary Anderson verloor in wel een fantastische wedstrijd, heeft hem op de kaart gezet. Alleen daarna vind ik dat Jeffrey zich te weinig heeft laten zien. En ontwikkeling die hij in heeft gezet naar de World Matchplay toe, dat hij zei oké, ik maak een stap. Ik versla een paar grote spelers op een groot major toernooi. Maar daarna is het eigenlijk nooit meer zo geweest zoals toen. En dat vind ik wel jammer, want dan hapert hij een beetje in zijn ontwikkeling. En hij heeft zeker de potentie. Ik denk dat hij van alle Nederlandse spelers achter Michael Vergerbe, en daar reken ik Raymond nu niet mee, want die gaat ermee stoppen, dat hij misschien wel de meeste potentie heeft. Omdat Jeffrey in staat is, en dat heeft hij ook laten zien, dat hij een gemiddelde kan gooien van 106, 108, ook tegen toppers. Alleen hij is nog niet constant genoeg. En dat is jammer. En ik denk dat Jermaine Wattimena, die op dit moment na Michael de tweede Nederlander is, ook veel potentie heeft. Alleen die heeft weliswaar laatst in Dublin bewezen dat hij ook een grote speler kan verslaan met Peter Wright. Maar die heeft nog te weinig laten zien tijdens de grote toernooien. Zijn opmars gaat eigenlijk wat geleidelijker. Terwijl die van Jeffrey, die is in één keer toen bij de World Matchplay vorig jaar. En toen dacht iedereen, wow, Jeffrey de Zwaan. En daarna is hij eigenlijk een beetje, nou ik wil niet zeggen weggeëpt, maar een beetje langzaam, een beetje doorgesudderd. Terwijl Jermaine, die gaat heel geleidelijk omhoog. Dus ik ben benieuwd waar dat gaat eindigen. En Danny Noppert, bij Danny blijft toch het probleem, denk ik, dat hij op de vloer enorm goed kan presteren. En op het podium nog steeds, ik wil niet zeggen dat hij bevangen wordt door zenuwen, omdat al die lampen en al die camera's en andere spelers en het publiek, maar het is niet zijn natuurlijke habitat. Hij voelt zich daar niet prettig bij. En aangezien al die grote toernooien op een podium gespeeld worden met camera's en licht en een hoop publiek, ja, moet Danny daar toch eens over nadenken. Want ik denk dat is een issue voor hem. Dat is echt een probleem. Goed, je haalt Jermaine en Danny haal je naar boven toe. Dan wil ik eigenlijk een Ratajski en dat soort mannen er ook bij betrekken. Wat vind je van het niveau van het darten? En dan wil ik het ook over hebben over de ontwikkeling van zowel van de PDC als van de spelers. Want Vincent doet laatst een uitspraak van de spelers worden al meer professioneler. En de PDC ziet het meer als uithangbord. Nou, PDC ziet het meer als entertainment. Dat is geloof ik wat Vincent gezegd heeft. Ik denk wel dat hij daar gelijk in heeft. Alleen het belang van Vincent van der Voort hoeft niet per se hetzelfde belang te zijn van de PDC. De PDC is er om een groot toernooi te organiseren met een uitverkocht huis, waar mensen naartoe komen die niet alleen een dartwedstrijd zien, maar die ook vermaakt worden op zijn avond. Die daar iets gezelligs kunnen drinken, die een hoop plezier hebben, die muziek hebben. Kortom, die zijn een avondje weg. Dat is een ander belang dan het belang van Vincent. Want zijn belang is, ik wil zo goed mogelijk worden en ik wil zo goed mogelijk darten. En die twee, dat niet altijd samen gaat. Ik snap dat Vincent het zegt, maar dat zijn verschillende
punten van aandacht van een organisatie die ik ook begrijp dat ze zeggen we willen entertainment. Ik vind persoonlijk entertainment ook leuk. En entertainment op het podium kan zijn van een hele goede dartwedstrijd, maar het kan ook iets zijn van een iets mindere wedstrijd waar wel gejuich is. Of misschien twee spelers die het niet goed met elkaar kunnen vinden. We kunnen ons allemaal nog wel die finale herinneren bij de Grand Slam of Darts met Gary Anderson tegen Gavin Price. Nou, ik zat de hele wedstrijd op het puntje van mijn stoel. Want daar gebeurde iets. En dat is ook een vorm van entertainment. Dat is anders dan wat Vincent wil. Dat begrijp ik, daar heb ik respect voor. Ik vind het wel mooi. En over het vloerniveau, als afronding. Het vloerniveau wordt al hoger. We zien Dolan terugkomen. We zien een Harry Bird die een toernooi wint. We zien veel verrassende namen in halve en finales. Het gemiddelde hadden laatst een kwartfinale. Het laatste gemiddelde was 105. Ja. Nou, ik vind het eigenlijk heel begrijpelijk. Omdat steeds meer darters tot inzicht komen van... Hey, weet je, als ik veel ga trainen, dan kan ik beter worden. En als ik beter word, dan kan ik beter presteren. En als ik beter presteer, komt er meer geld in het laadje. En dat is natuurlijk met al die Players Championships, waar je vroeger stond te spelen om 1000 pond of 1500 pond eerste prijs. Dat is allemaal niet meer. Het gaat nu gewoon om serieus een hoop geld. En ook voor die ranking is dat gewoon heel erg belangrijk. Dus ik denk dat een hoop spelers steeds meer tot inzicht zijn gekomen de afgelopen jaren al. En dat begint nu steeds meer de vruchten op te werpen, omdat ze gewoon beter worden. Ik moet trainen, trainen, trainen. Spelers als Nathan Aspinall, als Luke Humphries, noem maar op, dat soort gasten, die trainen. Die trainen gewoon 5-6 uur op een dag. Dat is hun werk. Nou, dat gebeurde vroeger echt niet. Ga maar eens aan Raymond van Barneveld vragen of hij vroeger wel eens 5 uur getraind heeft op een dag. Misschien incidenteel in de voorbereiding op een WK of zo. Maar dan misschien nog geen 5 uur op een dag. Alleen nu krijgen die gasten steeds meer in de gaten. Als ik dat doe en ik word beter en ik presteer beter, dan komt er ook meer geld in het plaatje. Kortom, het is hun werk. Het is hun professie geworden. En zo benaderen ze het ook gewoon professioneel. En daarom wordt het niveau gewoon beter. Arjen, bedankt voor deze koffie met. We wensen je veel plezier en succes op het komende WK. Dankjewel. En we hopen je nog heel vaak op tv te zien. Dankjewel, graag gedaan. Alsjeblieft. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje achter te laten hieronder en te abonneren op het kanaal. En dan zien we jullie bij de volgende Koffie Met.